Nog even wat over de Next Web, even over de venue. Ze hebben een gave toren voor ons neergezet. Hier hebben we de Doom, daar wordt dus ook presentatie gegeven. Hier aan de linkerkant zie je de start-ups, daar is ook de hackathon wordt daar gehouden. Er komen de top 10, gaat op het toneel dat ze presenteren. We hebben ontzettend veel food trips, food trucks die er zijn, er wordt goed geregeld. Daar is de ingang en daarachter is de rij. Het zijn 12.000 mensen die hier vandaag zijn, maar ja, het is eigenlijk heel rustig, alleen in de zaal is het vol. Hier is de gang naar de gashouder. En hier zie je eventjes een beetje backstage, waar gewerkt wordt. Er wordt behoorlijk iets opgezet. Ik ga eens even kijken wat er in deze hal gebeurt. En we gaan even naar de start-ups. Leuk dat ze dat eventjes voor ons hier neerzetten, zo'n toren. Dat je een leuk beeldje kunt maken. De barbecues zijn groot genoeg. Smoky goodness. Oké, 12 uur. Het bier is al gewoon aan het vloeien. Oké, deze hal is dus de exhibition hal. Even wat highlights laten zien. Maar hier zijn dus al een bak met kleine bedrijven bezig om zich te presenteren. En grote. Typeform. Brand your shoes. Wauw. Oké, YQ. Virtual tours of the city. En er zijn nog steeds boeken. Boeken. Oud stuk papier over nieuwe dingen. Wijsheden van de nieuwe generatie. Mark Zuckerberg, done is better than perfect. En Jason Fried, founder of Basecamp, een project management tool. It's simple until you make it complicated. Ook hier was een grote hal, K-startup, grote stand. Allemaal Koreaanse startups. Hier in Amsterdam, bij de Next. It's not about ideas, it's about making them happen. Kijk, de Nederlandse Starts page, een privacy zoekmachine uit Nederland. Hoe kun je nou je fertility met fietsen, met een fiets-app kunnen we bijhouden? Ongelooflijk. Geek t-shirts. Kijk, groot en klein, IBM heeft ook een hele hippe stand. En Nasdaq probeert start-ups te krijgen naar de Zweedse versie. En Intel wil gewoon de zaak niet missen nu. Natuurlijk is Autodesk er ook. Makeversity. En wil je eigen tv-kanaal monetizen, dan is Tradecast.tv uit Nederland. En natuurlijk start-up land van de wereld. Start-up Amsterdam. Nu ga ik naar de start-up. Kijk naar de volgende video. Kijk wat ze daar hebben.